Goedemorgen, shakesliefhebbertjes. Yuasaku. Eens even kijken wat er in het doosje zit. Beschrijving. Overloopslangetje, bootjes, moedjes. En als jullie opgelet hadden, had ik net een filmpje geplaatst over de vataku. En nu dus de Yuasaku. Doos maakt geen moer uit. Voor mij is dit ook hetzelfde. Er zit ook geen verschil in. De accu zelf. Hier zit geen extra dopje op om te meten. Dus dat is een. Deze is ook vacuüm, hoor ik. Met dat meten bedoelde ik de vorige keer te zeggen dat sommige motorfietsen een sonde erin hebben zitten. Maar dat hebben wij op onze oude modellen niet. Dus dat gaan we dus niet doen. Even kijken, handschoentjes. Een brilletje heb ik al op. Dat waren ook mijn laatste handschoentjes. Ja, oké. Ook hier weer geldt, de leverancier neemt geen volle accu's terug. Ik dus ook niet. Een half jaar garantie op. Dus. Nee, deze niet. Sorry. Wat ik wel doe is het tuutje even iets langer laten. Het tuutje wil ik zo lang mogelijk laten. En ik vind deze wat hard, maar we gaan even kijken. Ik knip hem af. Ook nu weer pas ik op, het is accuzuur. Ik vind het allemaal helemaal niet zo lekker. En ik moet nu wel zeggen dat ik de Yuasa manier van bijvullen 3 keer ruk vind. Ga hem even anders doen. Eens even kijken. Dat was een stuk beter. Siliconenslang. Heb ik hem net verkeerd omstaan natuurlijk. Met verkeerd omstaan dat ik het tuutje die kant op wil hebben. En dan wil ik hem nog eventjes anders afknippen. Zo. Ik hoor hem al borrelen. Ook hier schrijf ik de datum van bijvullen op de accu. Dus het verschil tussen Vata en Yuasa is op dit moment alleen maar het slangetje om bij te vullen. Die vind ik van Vata net even wat fijner. Ik zie hem ook al lekker koken. Hij is iets agressiever dan de Vata. Zegt niks hoor. Hou hier geen vuur bij, want er komt al aardig wat. Ik noem dat knalgas, maar het is voor mijn waterstof. Komt eruit. Dat is altijd met de nieuwe accu het geval. Deze accu is voor mezelf. Die gaat in mijn eigen zilverwing. Ik wil een keer Yuasa proberen. Ik heb jaren Vata gereden. Ik ben ervan overtuigd dat de accu's aan elkaar gewaagd zijn. Dat wil zeggen, dat zijn gewoon de betere motorfietsaccu's.
En ik bied ook geen andere accu's aan op deze motorfiets. De reden daarvoor is dat de accuspanning niet stabiel is. Er zit een behoorlijke rimpel op de spanning. Dat wil zeggen, het lijkt gelijk spanning, maar dat is het toch echt niet. Er is wel een plus en min natuurlijk, dat wel. Anders werkt het systeem niet bij ons op de motorfiets. Maar het is een zeer slechte gelijkspanning. Daarnaast is de accuspanning soms ook nog wat te hoog. En al die nieuwe gel accu's, die mogen dan misschien wel meer bieden, maar ze kunnen minder hebben. Ze willen graag een betere accuspanning hebben. En dan heb ik liever een lompe accu die door de jaren heen heeft bewezen dat ze het aan kunnen, dan zo'n nieuwe gel accu die een stuk duurder is. Ik denk niet twee keer zo duur, maar wel anderhalf keer zo duur. En om nou te zeggen dat het beter werkt, nee. Als je alle systemen goed hebt op je motorfiets, dus je bijvullen, het bijladen, de bedrading, de zekeringen, dan is dit ruim voldoende. Dan is dit echt makkelijk zat. Oké, de 650 heeft wat startproblemen, is wat zwaar. Maar als je daar alles goed hebt, komt het ook wel mee hoor. En vergeet niet, de accu's zijn wel verbeterd in de loop der tijd. Want de eerste accu's die waren lang zo goed niet. Oh, even kijken. Nou moet ik even opletten. Ja, kijk, hij zit al te hoog. Ik heb hem daar al te hoog zitten. Alleen nu wil hij uitblazen die kant op, daar zit het overtuutje. Dus het is niet erg. Deze gaat overkoken in de andere. Als je hem zo vol doet als ik nu, dus het maximale. Hou daar wel rekening mee dat het overloopslangetje er moet zitten. Want daar kan best wat uitkomen. En als je je frame wil beschermen. Monteer dan ook straks je overloopslangetje. Wordt niet voor niks meegeleverd. Zo, klaar. Ik hou bij Joaasen nog wat over, hè? Want er zit nog wat in. Niet opdrinken, tenzij je een nieuw kunstgebit wil. Even kijken, klein doekje, want ik maak het gelijk schoon. En dat doekje gooi ik ook gelijk weg. Dopjes er weer op. Verwachte levensduur van deze accu is 2 jaar. Ik hoor wel eens mensen zeggen, oh, gaat er 5 jaar mee. Mijn best. Maar er zijn er ook velen die gewoon nog een jaar houden. Opladen in de winter met een druppellader. Leuk dat je hem hebt. Totaal geen nut. En ook daar zullen mensen roepen, jawel, te veel nut. Ik vind het best. Het heeft ook niks, het is ook niet slecht verder, maar het doet niet zoveel. Je kan beter een keertje je accu eventjes belasten en weer oplaaien, dat vindt hij beter. Het grote verschil met de Varta accu is, dat hier de schroefjes mooier erin zitten. Ik vind dat net even wat beter. Hier vind ik het toch even wat mooier zitten allemaal. Er zit ook een moertje en een mooi boutje. Dus hierin haalt Joasa voor mij net even wat meer. Dus dat is wel netjes. Nou, je kan het zien. Die zit vol, die zit vol, die zit vol. Ja. Dat is mooi. Wat ik nou doe is... ik dacht dat de datum 3-3 was. Zet ik altijd op de accu? De datum dan, niet dit getal. Maar dan weet ik hoe oud dat die is. En komen er dan problemen aan het licht, want veel mensen vergeten dat de accu al langer in de motor fietst dan ze zelf dachten. Komen er problemen aan het licht, dan weet je hoe oud de accu is. Dit slangetje gooi ik weg. Ik wil niet te lopen kloten met die zooi. Sterker nog, dit gooi ik ook gewoon weg. Even kijken, heb ik nog een plastic tas?